Oké, doe maar. Niet te snel, niet te snel. We zijn de sneltrein niet. Doe nog maar een keer een rondje. Ietsjes rustiger draaien. En waar is het handje? Dankjewel. Even achter de zaak heb je een hele mooie grijze muur. Zo'n oude, een stukje. En ik kan er ook mijn schermen gewoon neerzetten. Maar in de kapsalon merk ik dat ik het toch wel leuk vind om gewoon in de kapsalon te werken. Ja. Buiten het feit dat je dan alles moet afschermen een beetje. Maar... een stevig bosje haar heb jij. Ja, helaas wel. Hoezo helaas wel? Ja, ik ben niet zo blij met mijn haar. Wat is er niet blij aan? Nou, het is zo, ja, dik en krullerig. Oké, dus je wil het liever iets rustiger? Ja, eigenlijk heb ik dat altijd wel gewild, omdat ik voorheen, toen nog klein was, altijd stijlhaar heb gehad. Ja. Maar het is wel leuk om af en toe een ander kapsel te nemen. Ja, zeker. Als het ook nog stoerder wordt, dan is het helemaal leuk. Allemaal geluid, hè, zie je in het standje staat naar achteren toe. Veel zachter. Ja. Dus grappig is dat deze filmpjes vooral ook heel vlug naar Duitsland verdwijnen. Oh, echt? Als je gaat kijken, zal ik straks wel even uitleggen. Als je onder je filmpje gaat kijken, dat is niet... Ja, dat is echt lastig dat wel zo werkt, maar het is gewoon niet anders. Ja. Ik vind het ook grappig dat eigenlijk de meeste in het Westelijk kapperschap heel erg veel bij mannen ligt. Is dat zo? Ja. Dan kun je op die grafieken kun je dat ook terugzien, dat de leeftijdsgroepen van mannen. En de grootste groep is mannen tussen de 40 en 45 jaar. Dat zou ik echt niet denken. Gauw, hè? Ja. Maar ik denk, wat ik denk ook, mijn kort haar, want kort haar filmpjes worden veel beter bekeken als lang haar filmpjes. Mm-hmm. Ik denk dat de mannen die filmpjes kijken, met name ook erg van kort haar houden. Okay. Omdat anders zouden die niet het meest bekeken worden. Een tonnen doosje en dan mocht je in Amsterdam mocht je voelen over zijn koppie. Had hij stekeltjes, dat zag je aan mensen voelen. Dan moest hij een gulden betalen. Dus hij zat in een kartonnen doos. En die hij voor mij was hij de ruim moeten takelen. Want iedereen gooit er geld in. Ja, dat is. Ik heb nou ook wel veel vaker dat mensen me over mijn hoofd heen aaien en zo. Ja. Haar spelen. Leuk toch? Nou, ik ben niet zo iemand die dat van houdt, maar... ik heb er geen probleem mee. Nee, maar kijk, het ligt er maar net aan wat de bedoeling is dat iemand over je bol aait. Mm-hmm. Als daar geen bijbedoelingen bij zitten, dan is dat alleen maar eigenlijk lief. En beleefd. Ja, maar dan wordt bij jullie opvoeding ook wat meer al aandacht aan besteed. Klopt. Jullie hebben nog veel meer respect voor ouderen. Je hebt gewoon ook geen natie. Ja, nee, dat is logisch. Maar toch, ook al zou je dan zeg maar tegen je ouders niet, maar bijvoorbeeld tegen anderen hebben ze het weer wel. Ja, klopt.
Dan is het echt niet zo dat ze zoiets hebben van we gaan brutaal doen of zo. Nee, dus. Lekker rustig geluidje, hè? Mm-hmm. Ik vind dit ondeus dat je zo'n lekker geluidje hebt, dat zoemende. Ja, ik denk dat ik zo in slaap moet ook kunnen vallen. Ja, ja, ja. Hm? Toch grappig, die lok lijkt dadelijk echt wel lang. Nee, maar wat je vaak ziet als mensen heel knap zijn, die kunnen ook niet op één relatie blijven. Ja, klopt. Die zijn altijd aan het zoeken en altijd naar mooier of extremer of... Ja, of je daar nou gelukkig van wordt, ik denk het niet. Nee, ik ga liever voor persoonlijkheid. Ik ook. Die tante waar we het net over hadden, die oud-tante van Marion, mm-hmm. Die ziet dus niks meer. Nee. Dat is echt zielig. Ja. En dan zit ze op een kamertje en dan ga ik ze gewoon mooie mopjes vertellen en zo. Nou, dan lacht ze helemaal, want dan ziet... Mopjes kun je wel zien namelijk, hè, mm-hmm. Als je ze vertelt. Dan lacht ze heel erg. Ze laatst die vertelt van Sjefke. Die wordt dan gereïncarneerd als kip. Ja, dat is een heel leuk mopje. Maar ik kan het nou niet gaan doen omdat hij te lang is voor de film. Ja, nee, ik hou er niet zo van. Ik krijg zo'n kermisgevoel, zo van... Nee. Ik ga graag naar een kermis. Ik zeg altijd, daar kan ik tenminste met mijn auto over de kop. Kost me niks. Een paar centen. Als het met mijn eigen auto doet, dan kost dat veel meer. Ja. Nee, de fire sleurt me altijd mee naar de kermis. Ja? Ja, dan moet ik overal nergens in. Hij is al lekker gek, is die. Ja, zeker. Ik ben blij dat hij zo gelukkig is. Ja. Ook een zingende kapper worden, hè? Dat kan ook. Dat is ook wel heel gaaf. Die zijn er niet zoveel meer. Nee, ja. Maar dat deed hij ook altijd. Als je aan het knippen was, dan... Thuis? Zat hij ook te zingen, ja. Ik heb het hier niet veel meegemaakt, hè? Nou, af en toe deed hij dat wel. Maar niet vaak. Nee. Ja, lang ken ik hem al. Mijn hele leven lang al. Ja, dat is best lang, hè? Een wonder dat hij zo lang is geworden. Kijk, dat heel veel mensen het kappersvak kiezen, hè? Terwijl het is een heel moeilijk vak eigenlijk. Ja. Het lijkt veel makkelijker dan dat het is. Ja, het is niks voor mij, dat weet ik wel. Ja, maar je moet ook altijd pieken. Je kunt niet zeggen van, nou, vandaag maar iets minder doen. Terwijl als je bouwvakker bent, dan kan dat wel natuurlijk. Dan zeg je van, joh. Morgen iets harder. Mm-hmm. Ponylijntje. Mm-hmm. Dat vind ik heel gaaf. Het leuke van dit is dat het functioneert ook een beetje als een dakje, waardoor je lok makkelijker naar achter blijft liggen. Mm-hmm. Ja. Bij mij valt hij heel vaak in mijn gezicht, ja. Snel. En door dan zeg maar vanaf de aanzet heel kort te maken en dan naar achteren toe wat oplopend, dan krijg je als het ware een stoeprandje in je kapsel. Mm-hmm. En dat houdt gewoon het haar tegen voor het naar voren vallen. Omdat mijn oma daar heeft gewoond. Oké. Nou, dat eerste stuk is ook echt, dat zie je ook gelijk, dat is gewoon mooi. En dat zie je meer mensen natuurlijk. Dus dan heb je heel veel restaurantjes en heel veel manieren om een vermaak te kunnen hebben. Grappig, die toon.
zonzaadjes op je voorhoofd. Kritisch zijn en kappen is ook heel belangrijk. Ja, dat is ook zo. Ik wil altijd een 10 halen voor knippen. Mm-hmm. Ik kan niet altijd halen natuurlijk, want het haar laat niet altijd toe om een 10 te halen. Mm-hmm. Dan wordt die achterlijn net ietsje spannender van. Mm-hmm. Eén klein lijntje er langs zetten. Om net even iets meer. Ja. Als je dan die echte streepproducten pakt, die stinken, joh. Daar ruik je bijna niks van. Dus gewoon permanent vloeistof met een beetje crème erin. Heel prachtig, het ligt heel strak over de huizen heen. Dan zo'n dubbele en dan heel mooi donker. Hele donkere achtergrond. Mm-hmm, dat is mooi, hè? Ja, dat is. Maar dan moet je wel weten dat hij het goed doet. Ja, goed, dan kun je na laten kijken. Ja. Ik vind zo'n schilderij allemaal heen kennen. Echt waar? Waar? Ja, op de dorps is voor mij de Dorpsstraat. De hoofdweg in ieder geval. Oh. Het is wel een mooie mix, dit. Zelf gemixt. Was kleur. Het is een combinatie tussen highlight. Ja. Want ik wil de kleur lichter hebben, mm-hmm. Met een rood-violet, mm-hmm. En een extra compositie blauw erbij. Nou, ik denk dat ik al iedereen gek kan krijgen. Nou, meestal is zo wat je per se wil, gaat ook altijd lukken. Mm-hmm. Nee, ik denk dat ik wel eens iemand ben die thuis zal blijven dan voor de kinderen. Zo, een beetje warmte erop. Mooi hoor, zo subtiel kan je het huis klaar zetten. Donsjes. Lekker, die kokos. Ja. Niet dood tevreden, hè? Mm-hmm. In ieder geval een kapsel die je nog nooit hebt gehad. Ja. Waarschijnlijk zou ik nog nooit meer zo gebeurd zijn. Nou, dat denk ik ook niet, nee. Helemaal niet, dat is juist zo leuk. Mm-hmm. De gewone kapsels, die kun je zelf ook nog wel. Mm. Het is ook leuk als je jezelf weer kunt zien, hè? Mm-hmm. Dankjewel. Alsjeblieft. Zullen draaien.
En waar is het handje? Dankjewel.